Os wil binnenkort starten met een proef met gratis wifi in het centrum. Het idee is afkomstig van ondernemers en werd besproken tijdens een symposium over het Ossencentrum in Hotel de Weverij. Met wifi kan iedereen draadloos internetten. Volgens ondernemers is dat een manier om het centrum aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Het gaat in eerste instantie om een proef van 2 jaar. De totale kosten zouden uitkomen op 60.000 euro. Deze moeten worden betaald door de gemeente. Het college neemt hier dinsdag een besluit over. Een ander idee dat op het symposium ter sprake kwam is een app voor smartphones met informatie over het Ossencentrum. De proef met gratis wifi moet binnen 2 maanden lopen.